Een goedemiddag. Werkt u bij G. Bourgeois? Inderdaad, toevallig wel. Hè. Oh, dan volgen wij. Ja, dan volgt u ons maar. Zoveel dames in het kabinet van onze minister. De dames. De dames? Ja. Zeg, hij is tegen de verkleutering op televisie. Ja. Wat vindt u daarvan? Wij zijn het volledig met hem eens en wij steunen hem volop. Ja. Kijk eens aan. Wij zijn er binnenaan. Dank u wel. Hij zal hier zijn, normaal gezien, binnen 5 minuutjes. Oh, ongelooflijk. Dus waar willen jullie wachten? Hier, hoor. Hier? Ja. En dan daarna zijn bureau. Ik zal het nog eventjes gaan opruimen. Nee, dat moet niet. Ja. Denk, dat niet? Ik denk dat G. Bourgeois een heel keurige man is. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Ja. Oké. Okay. Meneer de minister, welkom in ons programma. U bent eigenlijk onze eerste gast. Oh, een hele grote eer voor mij. Hè? Ja. Ja. En hoe kan ik beter beginnen? Hier schijnt de zon niet hoor, dat je bril afzet. Is het waar? Ja, want het is mijn reservemontuur. Oh, ja, ja. Het is geen zonnebril. Het is geen zonnebril. Ik heb een wat ouder model dan de jouwe. Maar u bent de minister, ja, u bent mijn minister, de minister van Media. Minister van Media, daarom jouw minister nog niet, maar... Ja, wel mijn minister. Minister toch, van Media, hè? Klopt, ja. Op uw website zegt u duidelijk, ik ben tegen de verkleutering. Zeg je dat op mijn website? Ja, ik heb het gelezen. Kijken, ja, ja. Ja. En u zegt ook, politici in entertainmentprogramma's, no way. Ja, dat is mijn eigen houding, daar blijf ik ook bij. Als een Van Quickenborne met een natte dweil in de mond rondkruipt in de studio met Tania Dexter op zijn rug, dan vind ik dat een beetje... Dat is erover. Ja, dat vind ik erover. Ik laat dat voor zijn rekening. Pas op, dat hij doet wat hij wil of andere mensen doen wat zij willen. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid voor de politiek. Je mag de politiek niet ridiculiseren, vind ik. Nee. Dat mag plezant zijn, dat mag luchtig zijn, leuk zijn. Maar echt zelf de clown gaan uithangen, dat hoef je niet te doen. Als ik nu bijvoorbeeld de politieke correcte vraag stel van meneer Bourgeois, wat zijn de politieke prioriteiten van de N-VA? Ja, het zal natuurlijk al een beetje moeilijk zijn van, joh, weet ik serieus op te volgen op die manier, maar je kunt een serieuze vraag stellen op die manier. Kunt u daar serieus op antwoorden? Ik kan daar serieus op antwoorden, maar dan heb ik wel even meer tijd nodig dan een one-liner van 1 minuut. Dit is erover. Is het waar? Ja. En een klein hoedje niet? U zit er mij een zeer gelukkige man in. Ja, ik voel me goed in de vel, ja. Ja? Ja. Geen privévragen aan politici? Bij mij toch niet. Andere politici doen dat wel, maar ik is ook weer nog eens bewezen rond de zaak Patrick de Waal. Ik denk dat je niet goed aan doet om dat te doen. Wel, u zegt het net, u begint erover. Ik niet. Hè. Ik ben politiek correct in mijn programma, maar wat moet ik met de zaak Patrick de Waal doen? Maar je hoeft daar niks mee te doen. Moet ik de man gaan interviewen? Wat moet ik doen? Helemaal niks mee te doen. Hè. U bent minister van Media. Helemaal niks mee te doen. Nee? Nee, ik vind dat je politiek en privé best gescheiden houdt. Dat is mijn leidraad. Ja. Als het keurig en met niveau wordt gebracht, mag ik dan ministers in ons mediaprogramma? Ja, maar voor mijn part mag je alles. Ik heb er geen probleem mee. Ik wens je veel succes met je programma en de manier waarop je het brengt. Voor mijn part mag je alles. Wat mag niet? Het is best leuk. Wat mag niet? Nee, alles mag. Alles mag. Wat jou betreft mag alles. Alleen de politici zelf moeten weten waar ze de grens leggen. En als jij erin slaagt om politici over die grens te doen gaan... Meneer Bourgeois, het allerbeste. Meneer Hallo, bedankt. En het is altijd meneer Hallo. Je mag geluk zeggen of mag dat niet tijdens het interview. Geert Bourgeois, fantastische minister van Media.